Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Wij zijn het enige land wat op die jonge leeftijd selecteren en dan nog met behulp van een toets waar we grenzeloos vertrouwen in hebben. Want dat bestaat niet. We weten niet wat je nodig hebt om succesvol te zijn in het VWO. We hebben de aanname gedaan dat je op basis van het verleden kon zeggen, nou, als we dan de beste van de basisschool pakken, dan zullen dat ook wel degenen zijn die het in het VWO gaan redden. In deze aflevering spreek ik Karen Heij. We kunnen niet in de toekomst kijken. Van een momentopname een voorspelling doen naar de toekomst toe, dat is kinderen opsluiten in hun verleden. Karen is toetsexpert en heeft de afgelopen 4 jaar promotieonderzoek gedaan naar de eindtoets in het basisonderwijs. Daar komt ook de focus op taal en rekenen vandaan. Dat is niet zozeer omdat daar goed onderzoek onder lag, dat zo'n goede voorspeller was van toekomstig succes in het voortgezet onderwijs. Maar het waren de 2 vakken waar, nou, in Nederland enigszins commitment over was wat er in het basisonderwijs op dat gebied aangeboden zou worden. De eindtoets is de afgelopen 50 jaar uitgegroeid tot een door de overheid ontwikkeld en door de overheid verplicht gesteld instrument met 2 belangrijke functies. Toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs en als selectie voor het vervolgonderwijs. Maar wat telt en vertelt deze eindtoets ons eigenlijk? We hebben daar geen concept van wat we meetbaar kunnen maken. We doen maar wat. En omdat we dan maar wat doen, komt daar een getal uit, zeggen we, hé, het bestaat toch. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom Karen in de podcast. Goedemorgen. Wij zitten bij jou thuis, op een schitterende plek in Culemborg langs de dijk. Je woont op een hele mooie plek met heel veel ruimte en uitzicht. En tussen ons in ligt, ja, wat ligt er tussen ons in? Vertel jij maar wat er tussen ons in ligt. Ja, het boek wat ik al heel lang in mijn leven wilde schrijven en wat er nu dan toch gekomen is in de vorm zelfs van een proefschrift. Waarom moest dit er komen? Er wordt over toetsing heel veel gedaan en gesproken en zeker toetsing in het basisonderwijs. En ik vind dat we met hele jonge kinderen wel heel erg de boel op scherp zetten door die op 12-jarige leeftijd zo stringent te selecteren. En als we dat dan ook nog doen op een manier waar je vraagtekens bij kunt zetten, na 50 jaar moeten we dit niet nog eens een keer tegen het licht houden, nog eens een keer bekijken in het kader van kansengelijkheid, het emancipatoire denken wat we nu hebben. Is dit nog wel wat we met elkaar beogen en willen? Het zijn eigenlijk die vragen die mij geleid hebben tot het onderzoek doen en het schrijven van dit proefschrift. Een toets uit 66 heeft die nog een houdbaarheidsdatum. We gaan zo uitgebreid terug naar de geschiedenis. Dat heeft een grote rol in je proefschrift. Even ja. Op weg naar jouw proefschrift. Hoe lang speelde jij al met het idee om je hier helemaal in te verdiepen of vast te bijten? Of? Nou, de eindtoets bestaat al heel lang. Ik heb zelf ook de eindtoets al gemaakt als kind aan het eind van het basisonderwijs. Ik heb bij CITO stage gelopen en ik wist dat het een van de paradepaardjes van het CITO was. Ik heb altijd wel geweten hoe de toets eruit zag, hoe die werkte. Maar het was een product van CITO en ik heb me daar nooit zo mee bezig gehouden. Ik ben een hele andere weg ingeslagen, een heel andere manier van toetsen maken. Maar toen in 2000, aan het eind van het eerste decennium, zich een beetje aftekende dat de overheid van plan was om de eindtoets over te nemen en als beleidsinstrument te gaan inzetten. Toen dacht ik van, wat maakt nu dat de overheid ervoor kiest om om dit product, wat al zo oud is, zomaar in te gaan zetten in het eigen beleid. Tegelijkertijd had de Tweede Kamer besloten dat ook andere partijen, andere aanbieders mochten komen met een eindtoets. Ik werkte toen als algemeen directeur bij bureau ICE en wij zijn daar ook mee begonnen met het maken van een eindtoets. Maar ik kwam er al snel achter dat het niet de bedoeling was dat die heel erg veel anders was, maar dat het toch een toets moest zijn in lijn met wat er al was. En dat heeft me best een beetje boos gemaakt, dat ik dacht, nee, dat wil ik niet. Er zijn zoveel haken en ogen aan de bestaande eindtoets. Hoezo kan het dat hier zo'n vertrouwen in is, dat dit niet meer ter discussie gesteld mag worden, ook niet door andere toetsaanbieders? Nou, en dat heeft me doen besluiten om te zeggen van, ik ga me hier eens helemaal in verdiepen. Ik bedoel, ik was directeur van een bedrijf wat toen 70 mensen in dienst had. En ik was vooral aan het managen. En ik had ook ontzettend de behoefte om weer eens een keer de diepte in te gaan. Weer eens lekker met mijn eigen vak bezig te zijn. Van toetsing en wat betekent dat nou? En dat gekoppeld aan dat ik vond dat met de eindtoets zulke belangrijke beslissingen genomen worden over kinderen. Dat wilde ik wel eens een keer onderzoeken. Van, doen we dat nu wel goed? Of is mijn onderbuikgevoel dat hier toch wat dingen helemaal niet gaan zoals het zou moeten, terecht? En waar zat je grootste onrust in je onderbuik?
Nou, ik heb heel veel gedaan in het beroepsonderwijs. En ik heb daar heel veel kinderen gezien die binnenkwamen in het beroepsonderwijs. En daar het gevoel hadden van wij kunnen niks, wij zijn niks. En toetsing, daar hebben we een hekel aan, want dan gaan we altijd op nat. En dat is alleen maar onvoldoendes bij elkaar verzamelen. En om die kinderen weer trotse, zelfbewuste, bekwame beroepsbeoefenaren te maken, dat is eigenlijk de taak in het mbo. En daar zie je dat ze zo'n deuk hebben opgelopen van het voortraject, dat het zo moeilijk is om dat daar weer te herstellen. Maar als ze dan een diploma krijgen, dan stonden daar zulke trotse kinderen die eindelijk eens een keer iets wel gehaald hadden, dat ik dacht, wat doen wij in Nederland dat wij dit creëren? Dat we dus in het beroepsonderwijs nog zoveel weer moeten rechtzetten, dat hier weer goede professionals komen te staan. Ja, en dan kom je toch al heel snel dat we in het basisonderwijs heel heftig kinderen etiketteren als slim en dom. Wat ze met zich meedragen en wat ze niet zomaar kwijt zijn. Wat ben je eigenlijk gaan onderzoeken? Nou, de eerste vraag die ik eigenlijk had is, wat maakt nu dat Nederland zich zo heeft gefocust op het willen selecteren? Want selectie op 12-jarige leeftijd, dat is voor ons in Nederland zo vanzelfsprekend. Maar in de westerse wereld is dat het helemaal niet. Wij zijn het enige land wat op die jonge leeftijd selecteren en dan ook nog met behulp van een toets waar we grensloos vertrouwen in hebben. Dus mijn eerste vraag zat hem eigenlijk van, hoe kan dat? Waar komt dat vertrouwen vandaan en waar komt die behoefte vandaan om te willen selecteren? En eigenlijk wel tot mijn eigen verbazing kon ik helemaal terug tot het eind van de 19e eeuw. Want daar is het allemaal al begonnen. Het standenonderwijs en het willen selecteren van degenen die daar succesvol in waren. We hebben in Nederland heel lang een focus gehad op uitval. Er was ook een hoge uitval. Kinderen die begonnen gewoon weer te werken. Dus die zaten wel in het voortgezet onderwijs, maar die begonnen te werken. Dus de uitval is heel lang heel hoog geweest. En dat heeft gemaakt dat in Nederland er heel veel zorg over zijn geweest. En in Nederland is de focus komen te liggen op het zoeken naar een doeltreffende selectieprocedure. Er zijn andere landen. Dat begon al eind van de 19e eeuw. Nee, dat was wel begin 20e eeuw dat daar de zoektocht naar was. Met name in de jaren 20 is daar veel discussie over geweest van hoe kunnen we nou beter selecteren. Er waren de pedagogen die zeiden eigenlijk van we moeten niet beter willen selecteren. We moeten zorgen dat kinderen zich beter thuis voelen in het onderwijs. We moeten wat doen aan het onderwijs. En er waren mensen die zeiden nee, we moeten beter selecteren. En als je kijkt naar andere landen, die zijn eigenlijk allemaal na de Tweede Wereldoorlog de weg ingeslagen van we moeten het onderwijs aantrekkelijker maken en ophouden met snel selecteren. Maar Nederland heeft toch doorgezet op die selectie. Waarom? Waarom hebben wij niet net als de andere landen gedacht van hey, we doen toch iets verkeerd in ons onderwijs, we gaan het onderwijs anders inrichten. Waarom zijn we zo op die selectie gaan zitten? Dat is wel een goede vraag. Wat ik er een beetje uit heb weten te halen bij het bestuderen van de historie, is dat wij ook altijd nogal gefocust zijn geweest op rendement. Hebben gewild dat we wel onderwijs aanboden, maar het moest wel een beetje wat opbrengen. Dus wij hebben ontzettend gezeten in het zoeken naar de balans van toelaten, maar het moest ook wel waard zijn. En waard in termen van, ja, gaat je diploma wel halen? Want uitval werd gezien als geldverkwisting. Ja, en ik denk dat daar toch een beetje de Nederlandse cultuur ons part heeft gespeeld. Dat we heel erg op die manier zijn gaan kijken van wat maakt het efficiënt? Hoe kunnen we zorgen dat we voldoende arbeidspotentieel hebben, met name na de Tweede Wereldoorlog. De opbouw van de verzorgingsstaat is heel erg gekeken van hoeveel mensen hebben we daar nodig, hoeveel mensen van dat niveau, hoeveel mensen van dat niveau. En het moest een beetje zorgen dat wij voldoende arbeidspotentieel hadden en niet te veel van het ene en niet te weinig van het ander. We moesten van alle smaken wat hebben. Ja. In de jaren 60 is die eindtoets opgekomen. Op weg daarnaartoe is dit de aanleiding geweest dat we op weg zijn gegaan naar die eindtoets in het basisonderwijs? Nou, er was al een flinke selectie, want we hebben in Nederland al vanaf het begin van de vorige eeuw een discussie gehad. Wie mag er nou selecteren? Mag nou het voortgezet onderwijs zijn eigen leerlingen selecteren? Of moet het aan het hoofd van de lagere school zijn om een goed advies te geven over wie het zou kunnen en wie het niet zou kunnen? Nou, dat is een soort gepingpong geweest, een hele tijd. En in 1965 is er een koninklijk besluit gekomen. In dat koninklijk besluit is gezegd van het moet de lagere school zijn.
Maar de lagere school mag dat niet zomaar uit zijn duim zuigen. Er moet wel iets bij op basis waarvan de lagere school dat advies geeft. En een van de varianten was een psychologische test. Andere was kijken naar wat heeft het onderwijs opgeleverd. Nou, en eigenlijk de psychologische test werd door de gemeente Amsterdam afgeschreven als variant, omdat ze zeiden, ja, dan moeten al onze kinderen één op één een gesprek hebben met een psycholoog. Want in die tijd was het afnemen van een psychologische test het voorrecht van een psycholoog. Nou, dat zou zo uit de hand gaan lopen qua kosten, qua tijd. Dat werd als ondoenlijk beschouwd. Het mocht ook nog dat het voortgezet onderwijs een toets aanleverde die de kinderen moesten maken. Maar daar wilde de gemeente Amsterdam ook niet van weten. En toen kwam eigenlijk Adriaan de Groot met de oplossing, als we nou eens een toets gaan maken waarin we gaan kijken wat het kind geleerd heeft op de basisschool. Een schoolvorderingentoets noemde hij dat. En laten we dat dan eens gaan uitproberen op basis daarvan kijken of we kunnen selecteren wie er naar het VHMO, want daar was de selectie primair op gericht. Zorgen wij dat wij voor de beste vorm van onderwijs of de hoogste vorm van onderwijs ook inderdaad de beste leerlingen weten te selecteren. Hoe heb je dit allemaal onderzocht? Ja, heel veel bronnenmateriaal, dus heel veel terug naar de oorspronkelijke bronnen. Dus ik heb ook in het gemeentearchief van de gemeente Amsterdam een hele tijd zitten graven van wat zijn nu de stukken geweest die over en weer zijn gegaan. En ik heb gesprekken gevoerd met mensen, ook nog met mensen die destijds aan gewerkt hebben. Dus het is een beetje zoeken naar je informatie en het ophalen daar waar je het kan vinden. Dus inderdaad, de primaire bronnen. Maar het is een ontzettend leuke fase geweest. Juist dat historische bronnenonderzoek vond ik wel heel leuk om te doen. Even naar het eind, want je begon met een paar vragen. En als je nu in een notendop zou vertellen de conclusie van je verhaal. Ja, ik begon met dat ik eerst eens voor mezelf de vraag wilde beantwoorden. Waar komt nu toch die behoefte aan selectie vandaan? Maar ik heb daarbij wel gezien dat er ook andere factoren een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Dus mijn proefschrift laat zich ook meer lezen als van wat zijn nu verschillende invalshoeken die mede hebben bepaald dat wij op deze manier zijn gaan denken. Dus het is niet alleen de historische zoektocht, maar ook van wat is er in de samenleving gebeurd, wat is er op politiek gebeurd, wat is er op beleidsniveau gebeurd. Vanuit verschillende invalshoeken ben ik gaan kijken van hoe is de tijdgeest geweest, wat heeft bepaald gewerkt en wat heeft dus stimulerend gewerkt om een toets die in 66 is ontwikkeld steeds maar weer in de lift te kunnen houden. En dat zijn vanaf 66 steeds andere impulsen geweest die toch hebben gezorgd dat het geloof in het instrument er bleef. En als je daar nu op terugkijkt, waarom? Ja, dat was eigenlijk mijn startvraag. Waarom? Kan je hem beantwoorden of niet? Is het te complex? Het is wel complex, want één verklaring is er niet. Het is een hoeveelheid van verklaringen die dit samen veroorzaken. Het is het willen investeren in dat wat ook gaat renderen. Maar er is ook kwaliteitsbewaking bijgekomen. Dus de zorg om de kwaliteit van onderwijs die zich moest vertalen in het monitoren op basis van opbrengsten. Kijk, eerst was er het selectievraagstuk met de eerste versie van de eindtoets. Maar later is daar die zoektocht naar kwaliteit van onderwijs aan die toets vastgeplakt. En dat heeft hem weer in de lift gezet. Want daarmee kon gekeken worden wat is nu het rendement van onderwijs. Dat kan eigenlijk helemaal niet met een toets, met een meting waarbij je kinderen met elkaar wil vergelijken. Want zeg maar voor selectie is het belangrijk dat je de beste eruit weet te filteren. Maar voor kwaliteitsbeoordeling zou je eigenlijk willen dat je kan kijken wat kan het onderwijs met de kinderen wel realiseren. Dus dan zou het mogen dat kinderen alle vragen allemaal goed doen. Want dat zou betekenen dat ze alles wat wij ze willen onderwijzen allemaal kunnen. Maar dat kan weer niet in het kader van selectie. Want in het kader van selectie wil je juist dat sommigen iets wel kunnen en sommigen iets niet. Want anders kan je niet selecteren. Nee, dat is het hele dubbele. Hè? Dat is het dubbele wat in die eindtoets is gekomen. En dat heeft hem tegelijkertijd ook in zijn kracht gezet. Want er was ontzettend veel behoefte in de jaren, met name de jaren 90, om te gaan sturen op onderwijskwaliteit op basis van output. Dat was niet in onderwijs, dat was in de hele breedte van de politiek. Er werd gezocht naar indicatoren op basis waarvan je kon sturen op kwaliteit. En in onderwijs is toen ook gekeken en toen hebben mensen gedacht van, dan kun je ook wel kijken naar opbrengsten.
Nou, dat is een gedachte die waar heel veel mensen ook in die tijd wel van gezegd hebben van dat kan helemaal niet van in onderwijs. En zelfs Idenburg heeft dat al in de jaren 60 gezegd van onderwijs kun je geen balans opmaken. Maar dat is toch wel wat we met elkaar wel wilden. Er moest aangetoond worden dat onderwijs ook opbrengsten had. Hebben we dan eigenlijk in de maatschappij of in het beleid gewoon die CITO-toets of die eindtoets misbruikt? Hè? Twee dingen. Eén is een selectiemiddel voor het vervolgonderwijs. Wat is jouw advies? En het tweede deel is we gaan scholen met elkaar vergelijken als het over kwaliteit gaat. Hebben we dat gewoon oneigenlijk gedaan? Ja, het is wel vanaf het begin af aan is het al een beetje ambigu geweest in de toets zelf. En de groot zei bij de eerste versie van het kan eigenlijk niet, maar het moet wel. Dus die wilde eigenlijk heel graag een toets om te kijken naar de kwaliteit van onderwijs. Van wat doen we nou eigenlijk in het onderwijs? Maar dat selectie, die selectiefunctie was uitgangspunt voor de toets en uitgangspunt van het koninklijk besluit. Dus hij heeft vanaf het begin af aan al geworsteld met die twee doelstellingen. Zijn eigen ambitie om te laten zien waar het onderwijs mee bezig was. En de selectiefunctie die vanuit het koninklijk besluit van hem werd geëist. Dus vanaf het allereerste begin heeft die dubbele functie heeft gewrongen. En ik heb dat ook in de stukken van CITO, de handleidingen vanaf het allereerste begin ook weer terug kunnen halen. Dat er ook echt mee geworsteld is van hoe krijgen we die twee dingen met elkaar in lijn. En eigenlijk zijn we op selectie al vrij snel erachter gekomen dat op basis van het verleden kun je helemaal niet zo goed voorspellen. Maar toen zat die toets al heel stevig ook in het zadel voor de kwaliteitsbewaking. Dus het is steeds een wisselwerking geweest van het geloof in het een en het geloof in het ander. En het willen combineren van die twee functies in die ene toets die hem zo ook krachtig heeft gemaakt. En als kwaliteitsinstrument is hij dus ook met allemaal beleid verweven geraakt. En als derde element heb ik daar ook nog als verklaring aan toe weten te voegen dat ook de wetenschap een rol heeft gespeeld. Want met name in de onderwijssociologie, de onderwijskunde, is heel veel gebruik gemaakt van de uitkomsten van de toets om daarmee allerlei beleidsdingen te kunnen vergelijken. Of ingrepen in didactiek. Als we nou dit doen in de klas, levert dat betere resultaten op. Hey, betere resultaten, hoe kunnen we dat meten? Oh, daar hebben we nog een toets voor. Er is ook door de wetenschap heel erg gestimuleerd dat die toets waarde bleef houden. Even terug naar Adriaan de Groot. Wat was zijn intentie met het maken van die toets? Wat wilde hij meten? Nou, hij had een boekje geschreven, Vijven en Zessen, wat in 65 verschenen is. En daarbij zei hij eigenlijk, er was een hele belangrijke aanklacht in dat boekje, van het is toch schandalig dat we niet weten wat de doelstellingen zijn van onderwijs. Nou, daar wond hij zich mateloos over op. En ook dat je dat wel ging meten, maar je wist niet waartoe. Dus hij zei, er moeten doelstellingen komen voor onderwijs. Want anders kan je helemaal niet meten en kan je ook helemaal niet weten waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Dat gold ook voor het basisonderwijs. En hij dacht van als er dan geen doelstellingen zijn en niemand ziet het nutten van in om doelstellingen te creëren of op te stellen. Weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik gewoon meten. En dan kan ik ook vaststellen wat er wel en niet gebeurt in het onderwijs. En dan gaan we daarna wel een discussie hebben over wat is nou echt belangrijk om in het onderwijs te hebben. Maar die doelstellingendiscussie is nooit op gang gekomen en het meten is er wel gebleven. Kunnen we nou iets meten terwijl we niet weten waar we naartoe gaan? Ja, dus we hebben het eigenlijk aan de toetsenmaker overgelaten om een soort educated guess te doen van wat zou er nou toe doen. En ze hebben dat ook gedaan, want daar komt ook de focus op taal en rekenen vandaan. Dat is niet zozeer omdat daar goed onderzoek onder lag, dat zo'n goede voorspeller was van toekomstig succes in het voortgezet onderwijs. Maar het waren de twee vakken waar nou in Nederland enigszins commitment over was wat er in het basisonderwijs op dat gebied aangeboden zou worden. En hij had het dan ook over de communale doelstellingen. De doelstellingen waarvan hij dacht, daar zijn ze het ongeveer in Nederland wel een beetje over eens. Laten we eens kijken hoe goed leerlingen dat kunnen. En zo is dus taal en rekenen in die toets gekomen. En voor taal is dat dan weer beperkt door dat wat met de meerkeuzevraag gemeten kon worden. Want dat was wel wat hij ook heel graag wilde in die eerste toets. Laten zien dat je met computertechnieken, nou dat was in die tijd natuurlijk zeer revolutionair, dat je antwoordbladen, ponskaarten kon invoeren in de computer en er kwam wat uit. Maar dan had je wel meer keuzevragen nodig. Dus vandaar dat taal ook beperkt is tot datgene wat met de meerkeuzevraag gemeten kon worden. Ja, dus we meten eigenlijk maar een heel klein stukje. Heel klein stukje. En we
geven er enorme gevolgen aan. Ja, want we zijn van een ruwe score op een serie opgaven voor lezen, spelling, grammatica en rekenen. Die ruwe score zijn we bij elkaar gaan optellen. En op basis daarvan zijn we leerlingen gaan ordenen. Maar dat is geen geschiktheidsoordeel en geen matching met een profiel wat je nou nodig zou hebben voor specifiek het VWO. Want dat bestaat niet. We weten niet wat je nodig hebt om succesvol te zijn in het VWO. We hebben de aanname gedaan dat je op basis van het verleden kon zeggen, nou, als we dan de beste van de basisschool pakken, dan zullen dat ook wel degene zijn die het in het VWO gaan redden. Ja, want wat meten we eigenlijk nu met onze eindtoets? Nog steeds alleen maar taal en rekenen en dan de taal zodanig geoperationaliseerd dat dat met meer keuzevragen te meten valt. En als je kijkt naar de volle breedte van het curriculum, zoals dat voorgeschreven is voor het basisonderwijs, dan praten we over een heel klein stukje van het curriculum wat afgedekt wordt met de eindtoets. Nou komt daar een cijfer uit. Een getal. Een getal. Ja. Wat zegt dat getal? Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat als je werkt met ruwe scores, dan kan het elk jaar verschillen wat de hoogste scoorders aan ruwe scoren hebben. Want het ene jaar zijn de opgaven wat moeilijker dan de andere. Maar je wil elke keer toch de 20% beste selecteren. Je wil het gemiddelde bepalen. En wat CITO toen bedacht heeft, en dat was is een hele gebruikelijke procedure in de toetswereld, is dat je het gaat overzetten op een schaal die je jaarlijks constant kan houden. Want dan hoef je niet elk jaar uit te leggen dat je dit jaar met een score van 169 punten wel naar het VWO mag en volgend jaar niet. Want dat geeft verwarring. Dus als je het overzet op één en dezelfde schaal die je jaarlijks hetzelfde houdt, dan is dat voor mensen iets makkelijker te accepteren. En er is gekozen voor een schaal van 501 tot 550... om iedere verwarring met schoolcijfers te voorkomen. Je had ook iets anders kunnen kiezen. Ja, alles van 0 had tot gekund. 10, hè? En ja. Ook geen verwarring met het IQ, hè? Dus daar lijkt het ook niet op. Nee, dus er is gewoon een andere schaal gekozen. Een hele gebruikelijke manier van doen. En de gemiddelde score op die ruwe scores wordt elk jaar vastgezet op het punt van 5,35. Dus elk jaar is de gemiddelde score 5,35. Dit weet ik, maar persoonlijk vond ik het wel grappig om dan in een beleidsnota te lezen of in ministeriële stukken van de gemiddelde score moet omhoog van 5,35 naar 5,38. Ja, dat kan niet. Dan moet je dus de hele systematiek van de toets aanpassen. Maar er zijn ook gemeentes die hebben gezegd, we gaan sturen op een verhoging van onze gemiddelde scores. Maar dit zijn dus allemaal eigenlijk wel tragische trajecten, want ze zijn gedoemd om te mislukken vanwege de psychometrie die erachter zit. Je had een heel mooi voorbeeld uit de Antillen. Ja. Waarin er per jaar, ik geloof, 20 plekken op het VWO waren. En daar wordt dan echt, of ietsje meer, maar daar wordt dan echt op die stoeltjes werd er geselecteerd. Ja, het was ook heel interessant voor mij om daarachter te komen. Daar hebben ze gewoon een bepaald aantal plekken. Maar het is eigenlijk niet anders dan in Nederland. Ze hebben een bepaald aantal plekken voor het VWO en HAVO samen. En dat vond ik ook nog wel bijzonder. Daar is het voor HAVO en VWO samen. Nou, het is nu opgetrokken naar 25%. Het was altijd 20%. En in Nederland ligt dat percentage op 50. Kijk, het kan niet waar zijn dat de gemiddelde IQ daar anders ligt dan hier. Hè? Dat zou je niet mogen verwachten. Maar het heeft echt te maken met het aantal beschikbare plekken. En dat is in Nederland ook zo. 50% hebben we nodig voor onze beroepsbevolking om op mbo-niveau opgeleid te zijn. Dus zo kan je dat sturen. Ja, dus eigenlijk hebben we gewoon een shoelbak bedacht. Zoveel procent zitten daar, zoveel procent zitten daar en zoveel procent zitten daar. En daar noemen we een toets op. En dan op basis van die uitslag van die toets kom jij in dat gleufje van die shoelbak. Ja, het is een gesofisticeerde manier van managen van aantallen en verdelen. Ja. Ja, en je kan daar dus ook anders in besluiten. Ik bedoel, als wij nu besluiten van we hebben niet 20% universitair gescholden nodig, maar 50%. Ja, dan zet je de schuif wat verder open. Maar hoe lees jij dan zo'n beleidsnota dat die gemiddelde scores van scholen in een gemeente omhoog moeten gaan? Nou, ik vond het wel bijzonder, want het kwam vlak na de commissie Dijsselbloem, die toch aardig de wacht had aangezegd dat we niet meer moesten experimenteren en gedegen onderzoek moesten doen. En dan komt deze wet erachteraan en dan met deze ondersteunende teksten, dat je denkt van wacht even, waar zitten nu mensen echt goed hun huiswerk te doen? Want als je dit een beetje je hierin verdiept, dan weet je dat dit niet kan wat je hier opschrijft. Kom ik toch even terug op het woord vertrouwen, wat je net zei. In jouw stuk schrijf je institutioneel
oververtrouwen. Zo benoem je het. Ja. Waar komt dat dan vandaan? Nou, ik denk dat we meer in de jaren 90 hebben besloten. Dat is ook echt zo'n, dat heb ik ook in mijn proefschrift verder uitgewerkt. Zo'n soort beleidsadagium geworden. Van we moeten niet, als overheid moeten we niet roeien, maar we moeten sturen. En als je stuurt, dan heb je procesmanagers nodig. En dan heb je de vakinhoudelijke deskundigen, die zitten dan wel om jou heen. En in dit geval denk ik dat we veel te veel zijn gaan leunen op de expertise van het toetsinstituut en veel te weinig grip hebben gehouden op wat hier nu daadwerkelijk gebeurt. En ik vind dat wel kwalijk als overheid, maar het is een beetje in lijn met wat we de afgelopen maanden in de politiek nu ook zien. Er wordt veel te weinig gecontroleerd op, is dit wel beleid en is dit wel uitvoerbaar beleid en is dit in lijn met de visie die we hebben. We hebben het overgelaten aan de geprivatiseerde instituties. Want als je teruggaat naar de vraag, waartoe dient ons onderwijs? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat maakt ook dat de validiteit van de eindtoets, dat een hele lastige vraag is. Want als je zou zeggen, wat is het doel van onderwijs? Dan zou je van een toets kunnen zeggen, brengt het dat doel dichterbij of brengt het dat doel verder weg? Dat is eigenlijk de validiteitsvraag die je onder deze toets zou moeten kunnen leggen. Maar als wij met z'n allen geen doel hebben van waar toe dient het onderwijs, dan is het heel lastig om ook de vraag naar de waarde van de eindtoets te kunnen beantwoorden. Dus ook dat is een stukje van de puzzel, dat wij met elkaar in Nederland niet helder hebben waartoe het onderwijs dient. Daar geef je en toch een paar antwoorden op. Je geeft toch wel antwoorden uit het wet van het onderwijs van de doorlopende ontwikkeling van kinderen. Ja. Je noemt BISTA. Ja. Nou, BISTA heeft met zijn drieslag aardig wat weten te bereiken, in de zin van dat we daar met z'n allen wel waarde aan zijn gaan toekennen, dat we op die drieslag moeten denken. Maar het is officieel niet verankerd in het onderwijsbeleid. Nee. Als je kijkt naar de drieslag, dan zou je gelijk al kunnen zeggen, maar wacht even, die drieslag, daar wordt maar één heel klein stukje, namelijk het kwalificerende aspect, dat wordt voor een heel klein stukje gedekt met de eindtoets. Maar wat is de eindtoets dan? Is het nou de stand opmaken van het basisonderwijs of is het nou een selectieinstrument? Want als je weer kijkt naar het selectieinstrument, hoe verhoudt het willen selecteren op zo'n jonge leeftijd zich toch tot de ambitie van het moet een doorlopende leerweg zijn voor kinderen? Maar om nou de balans op te maken op maar een heel klein stukje van het kwalificeren, dat vind ik ook weer het andere uiterste. Wat ik dan wonderlijk vond, is dat het eigenlijk geen voorspellende waarde heeft. Nee, we kunnen niet in de toekomst kijken. En van een momentopname een voorspelling doen naar de toekomst toe, dat is kinderen opsluiten in hun verleden. Dat is mijn stellige overtuiging. We kunnen niet voorspellen. We kunnen geen toekomst voorspellen voor kinderen. We kunnen ze alleen een etiket meegeven waar ze zich naar gaan gedragen. En dan lijkt het alsof we goede voorspellingen doen, omdat ze waargemaakt worden. Maar de vraag is, als we ze andere etiketjes hadden gegeven, of er niet hele andere uitkomsten zouden zijn. Dus het willen voorspellen, dat is in de toetswereld iets waar heel veel mensen al van zeggen, dat kan niet. En dat moeten we ook helemaal niet meer willen. Nee, dat vond ik ook pijnlijk om te lezen. Want jij beschrijft ook dat uit onderzoek blijkt dat op het moment dat je een advies krijgt, dat je je daarnaar gaat gedragen. Ja, dat is de self-fulfilling prophecy die heel sterk werkt. En dat is dus waar ik in het begin ook mee begon, met die leerlingen in het mbo die nog steeds denken dat ze niks kunnen en niks waard zijn. Omdat ze destijds bij die CITO-toets zo geclassificeerd zijn naar hun gevoel. Nou, is er in de jaren 70 en 80 is er een beweging geweest om te kijken of je die selectie eigenlijk in het middelbaar onderwijs zou kunnen doen. Hè? Toelatingstoetsen, ik ben daar zelf een product van. Ik heb zelf toelatingstoetsen voor een brede brugklas moeten doen. Als ik jouw proefschrift lees, toen kwam er wel een moment dat ik dacht, hey, dat is eigenlijk nog niet eens zo'n raar idee. Klopt het in die eerste jaren van de middelbare school? Zit ik een beetje op het goede niveau? Maar die is verdwenen. Waar is dat misgegaan? Ja, het blijft lastig om niveau te meten en ook wel vast te stellen van waar hoor je bij. Ik heb wel diep respect gekregen voor Koonstam, die in de jaren 30 al zei, we moeten ophouden met toetsen. Het beste waaraan we kunnen afmeten of kinderen iets kunnen, is aan het gewone schoolwerk. En dat vind ik wel heel knap dat hij in de jaren 30 dat al zei. Want dat blijft wel. Het is heel moeilijk om van toetsen vast te stellen wat dat gaat doen voor kinderen voor de toekomst. Eigenlijk moet je ze gewoon uit laten rijpen en laat de mogelijkheden bieden om te laten zien dat ze iets kunnen. Ja, ik ben van origine ben ik taalkundige en het gaat mij best aan het hart dat wij nu
zo weinig tijd bieden voor kinderen die met een andere moedertaal het onderwijs binnenstromen, om het been bij te trekken. Want om goed de schooltaal je eigen te maken, daarvan weten we uit onderzoek dat dat jaren kost. En door ze nu met het leerlingvolgsysteem al vanaf groep 3 op te sluiten in de hokjes van A tot en met E, geeft kinderen met een anderstalige achtergrond heel weinig ruimte om het been bij te trekken. Die hebben gewoon meer tijd nodig. En dat is wat ik eigenlijk iedereen zou gunnen. Geef ze meer tijd om uit te kristalliseren waar ze goed in zijn, waar hun kwaliteiten liggen. Want doordat er aan het eind van groep 8 een oordeel moet worden gegeven, zijn leraren ook voortdurend in de stand van we moeten differentiëren, want we moeten kunnen selecteren. En dat gaat al op steeds jongere leeftijd. En ruimte en rust en mogelijkheid om gewoon een beetje te groeien. De een is wat langzamer dan de ander. Maar die ruimte en tijd is er eigenlijk niet meer. Want vanaf groep 6 moeten de resultaten al meewegen in het schooladvies wat de leerkracht geeft. Dan zijn we al aan het voorsorteren. Ja, en voor kinderen die met een andere taalachtergrond binnenkomen is dat veel en veel te vroeg. Vond ik dat een heel interessant stukje van jouw proefschrift. En daar heb ik ook een nieuw woord bij geleerd als je het over taal hebt. Kan je dat uitleggen? Je omschrijft het als meritocratie. Van je gaat om met wat je aangeboden krijgt, hoe je daar vervolgens mee omgaat en wat je daarmee doet in het onderwijs. Nou, meritocratie moet je eigenlijk plaatsen als we gaan belonen wat iemand presteert, verdiensten, want dat zit in het woord meritocratie. En dat is een soort tegenbeweging tegen de aristocratische uitgangspunten die we in het verleden hadden. En er is natuurlijk heel veel voor te zeggen, vonden wij toen met z'n allen, en ik denk dat dat nu nog breed gedragen wordt, dat niet de wieg mag bepalen waar je terechtkomt. Maar als je meritocratie gaat omarmen, dan is het heel belangrijk dat je gaat nadenken, maar wat zijn dan de criteria op basis waarvan we prestaties gaan belonen? Als je gaat zeggen vervolgens van we gaan prestaties belonen, maar we gaan daar IQ voor als belangrijkste component pakken, dus intelligentie en inzet, dan is het maar zeer de vraag in hoeverre intelligentie nou toe te schrijven is aan een individu. Wat is nou de verdienste van een kind van 10 als het gaat om zijn intelligentie? Het is nog steeds feitelijk zo dat wij door de parameters die we hebben gekozen voor meritocratie, feitelijk de aristocratische uitgangspunten nog steeds hebben. Namelijk waar je wieg staat, bepaalt je kansen in het basisonderwijs. Kan je het nog even in jouw woorden uitleggen hoe groot die waarde is van waar je wieg staat? Waarom is dat zo? Nou kijk, wij met het leerlingvolgsysteem, maar überhaupt, wij vergelijken voortdurend kinderen met elkaar. En als je van een kind op zesjarige leeftijd gaat zeggen dat hij met lezen of met zijn woordenschat nog niet zo ver is als een aantal van zijn klasgenoten, dan is dat een relatieve vaststelling. Maar als dat kind heel hard gaat werken aan zijn woordenschat, dan moet hij zoveel harder werken dan degene die al bovenaan staan. Want die gaan ook niet stilstaan. Als we echt zouden willen dat kinderen kans zouden krijgen, zouden we de rest even moeten parkeren. Maar we laten iedereen vooruit gaan en we blijven relatief meten, omdat we de beste willen selecteren. We hebben niet ergens de meetlat neergelegd en zeggen, als je daar overheen gaat, dan kun je dit en dit. Nee, we willen voortdurend de beste 20% of de zwakste 50%. Ja, en de zwakste 50% in scoren op taal en rekenen, waarbij je ook nog moet bedenken dat taal een grote rol speelt bij rekenen, dan krijg je al heel snel dat kinderen die met een andere moedertaal het Nederlands onderwijs binnenkomen, in grote getalen aangetroffen worden in de VMBO-populatie. Dit is niet iets wat vanzelf ontstaat. Dit creëer je op deze manier. Ja, maar sterker nog, door dit zo'n waarde te geven in ons onderwijs, is het gewoon beleid. Dit is beleid. En daarom vind ik het ook zo heftig dat de overheid, die zegt zoveel werk te willen maken voor kansengelijkheid, een toets heeft overgenomen, die heeft ingezet als een beleidsinstrument met dit als gevolg. Wat wij doen in onderwijs is feitelijk een competitie hebben we ingebouwd. Ja. En bij een hardloopwedstrijd kun je een keer verliezen. Maar als er weer een wedstrijd is, kun je weer meedoen, kun je weer winnen. Maar bij onderwijs zijn de gevolgen veel groter. Want de wedstrijd eindigt op 12-jarige leeftijd. Maar daarmee zit je vervolgens in een bakje waar je niet zo goed meer uitkomt. Dus het is een wedstrijd met enorme gevolgen voor de kinderen die deelnemen. We zouden kunnen zeggen van ja, we gaan kijken wie het slimst is. Maar we kunnen IQ niet meten. We weten niet wat intelligentie is. Want we hebben daar geen concept van wat we meetbaar kunnen maken. We doen maar wat.
En omdat we dan maar wat doen, komt daar een getal uit. Zeggen we, hey, het bestaat toch. Maar dit is de omgekeerde manier van denken. We hebben geen inhoudelijk goed doordacht concept van intelligentie. Het bestaat niet, wereldwijd niet. Intelligentie is wat we meten met intelligentietoets. Dus je moet kijken naar wat de werking is van een toets om goed na te kunnen denken van wil ik dit nog wel voor de toekomst? En dat is ook wat ik heb geprobeerd met dit proefschrift bloot te leggen wat er nu gebeurt en te zeggen willen wij dit met z'n allen? Ik bedoel, dat is niet aan mij. Dit is eigenlijk een boodschap aan de politiek, aan het beleid. Als je echt werk wil maken voor kansengelijkheid, moet je heel anders gaan nadenken over de positionering van de eindtoets. Wat we nu aan het doen zijn, is het bevestigen van de achterstanden waarmee de kinderen binnenkomen. En we kunnen, wat mij betreft, net zo goed de sociaal-economische positie van de ouders als uitgangspunt nemen voor selectie. Het wordt eigenlijk pijnlijk duidelijk als het gaat over die kansenongelijkheid, hè? Nou, is kansenongelijkheid ook wel iets wat zo groot is, zo veelomvattend, dat het ook onmogelijk is om van onderwijs te vragen om hier echt een substantiële rol in te spelen. Het enige wat je kan doen als onderwijs is, hoe kunnen we het zoveel mogelijk tegengaan? Je kan het niet oplossen, maar je kunt wel met elkaar nadenken, hoe kunnen we in het onderwijs dat doen, wat het effect van de kansenongelijkheid zo goed mogelijk tegengaat. Wat onderwijs kan doen, is een stinkende best, maar onderwijs alleen kan het niet oplossen, want het heeft ook te maken met huisvesting. Als er niet voldoende huizen zijn, en we zien het nu met corona, hoe kinderen thuis hun huiswerk moeten maken. Ja, daar moet ook wat aan gebeuren. En als het gaat over het verschil in verdienen, dan is dat ook heel bepalend voor wat voor kinderen kan. Ik bedoel, kinderen die nu niet mee kunnen, maar waarvan de ouders heel veel geld verdienen, die worden allemaal op de bijlesgeneratie waar Louise Elvers het over heeft. Dus die worden naar bijlessen gestuurd. Huiswerkinstituten zijn er al voor kinderen vanaf 6. Je weet niet wat je hoort. De ongelijkheid zit in zoveel meer dan alleen het onderwijs. Dat onderwijs wel heel erg zijn best kan doen. Maar als de samenleving naar onderwijs kijkt, van daar moet het opgelost worden. Dat is een eendimensionale manier van kijken. Wat zijn die krachten aan de andere kant om het zo vast te houden op deze manier? Nou, ik denk dat het wel een heel comfortabel systeem is. Omdat je ziet dat ook aan de onderwijsplanningen. Die gaan tot 2025, 2026 gaan ze uit van deze verdeling. Het is natuurlijk wel heel gemakkelijk dat je precies weet hoeveel scholen voor het een je nodig hebt. Hoeveel scholen voor het ander. Hoeveel scholen of hoeveel docenten die op dat niveau les kunnen geven. Hoeveel docenten op dat niveau. Het is een planmatig model. En in die zin voelt het heel comfortabel. En als je dat nou gedeeld zou hebben met de samenleving van jongens, 50% van onze banen zitten nu eenmaal in het mbo, dus 50% van de leerlingen die moeten die weg op. Maar wat wij doen is tegen de kinderen zeggen dat ze te dom zijn voor de rest. Maar dat is niet wat er feitelijk aan de hand is. En dat gaat me aan het hart. We sluiten kinderen op in een beeld van zichzelf wat niet is wat het beleid graag ermee wil. Namelijk een consistente stroom naar de arbeidsmarkt. En nou is het 2021 en eigenlijk weten we dat al heel lang. Maar de belangen zijn ook wel groot om hier toch ook weer in te blijven geloven. En het systeem werkt ook wel heel, heel slim, hè? Want de mensen die hoog scoren, die denken dat dat echt wel hun verdienste was, want de toets heeft het bewezen. En je moet dus ook durven zeggen, en als ik lezingen geef, dan zeg ik dat ook heel vaak, je moet dus ook durven zeggen, als je zelf bent komen bovendrijven met die toets, het had net zo goed anders kunnen zijn. En dat is, degene die nu aan de touwtjes trekken in beleid, hebben allemaal die toets gemaakt en zijn allemaal boven komen drijven en denken allemaal, dankzij die toets, ja, het werkt wel, want kijk maar, anders zat ik hier niet. Wat hoop je dat jouw proefschrift voor stenen in de vijver is? Ja, ik hoop natuurlijk dat we ophouden met dat voortdurend willen selecteren en het voortdurend etiketteren. Want dit is niet goed voor de ontwikkeling van heel veel kinderen. En onderzoek laat ook zien dat ook de kinderen die aan de bovenkant zitten last hebben van het etiket in de zin van dat ze dat voortdurend moeten waarmaken. Dus het is aan de onderkant een self-fulfilling prophecy, maar aan de bovenkant is het ook een self-fulfilling prophecy. En door kinderen met elkaar in competitie te zetten, creëer je ook een bepaald type burgers. En ik zou er heel erg voor willen pleiten dat we ook vanuit burgerschap gaan nadenken, hoe willen we dat kinderen met elkaar samenleven op school en samen naar school gaan. En een competitiecultuur lijkt mij niet de goede manier om goede burgers te creëren die samen de samenleving gaan
vormgeven op termijn. Dus ik zou heel erg willen kijken, kunnen we naar een onderwijs toe waarbij dat competitie-element eruit gehaald wordt. Waarbij we gaan zeggen, we hebben elkaar allemaal nodig en alles is goed. Sendel, die net een boek heeft geschreven over meritocratie, die pleit er ook voor om een andere waardering te geven aan arbeid in plaats van intelligentie. Maar gewoon te zeggen, wat is het steentje wat jij bijdraagt aan de samenleving? Dat is een hele andere kijk op, ook op onderwijs. Van hoe kunnen we nou allemaal een waardevol traject gaan lopen wat bij ons past, waar we ons ei in kwijt kunnen en waarbij we ook een steentje bijdragen aan de samenleving. Ja, we gaan er niet aan ontkomen door op te houden met selecteren op 12-jarige leeftijd. Dit moet echt ophouden. Hier is niemand bij gebaat. Maar dat zit natuurlijk ook in de inrichting van het middelbaar onderwijs, ja, en de kwalificatie daarbij. Daarom is het veel te complex om te zeggen van haal die toets weg of verander die toets. Nee, het is een heel complex geheel. En ik heb geprobeerd met mijn proefschrift het ook vanuit al die complexe invalshoeken te benaderen. We moeten hier een heel groot plan voor hebben waar op heel veel fronten wat gaat gebeuren. Want met één simpel dingetje veranderen gaan we er niet komen. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.